Klaas Wels, wat vond je van de wedstrijd van vandaag? Nou, ik denk dat het een wedstrijd is waarin de eerste helft Top Os tot het moment dat Tijden en de bal uit het niets, uit de goede voorzet weliswaar, op de bal komt, de controle heeft. En zonder verder bovenliggende partij te zijn. En daarna hebben we tot aan de rust hebben we het gewoon moeilijk, met name met de rechte vleugelverdediger van SC Volendam, Schouten, die veelvuldig opkomt en daarvoor gevaar sticht. En dat hadden we minder onder controle dan dat ik van tevoren verwacht had. Al hadden we in de slotfase van die eerste helft gewoon met een schot van Filip Rommers onderkant, of bovenkant lat en een paas van Brian Smeets, fantastische bal op Hoegi Sidogan, die rakeling zijn doel mist. En ja, dan kun je wellicht tegen de verhouding in, maar who cares, zou je toch op een 0-1 voorsprong kunnen gaan rusten. Nou, dat is niet gebeurd. Denk je dat het moment van Van der Sluis invloed heeft gehad, de botsing? Dan denk ik dat minimaal invloed heeft gehad op de wedstrijd. En dat bedoel ik niet verkeerd ten opzichte van Dien. Maar Niels heeft dat gewoon verder prima ingevuld. En Filip Rommers is goed ingevallen. Dus ik denk niet dat dat een invloed is geweest op de situatie. Met het doordekken op Schouten. De rechtervleugel Robin Schouten, de rechtervleugelverdediger van SC Volendam. Nou, het positieve wat ik eruit haal is dat jij in de tweede helft, en dat we in de rust met de groep besproken hebben waar we tegenaan lopen. Twee problemen. Het minder balvast zijn van Ragnar en Hoesien dan dat we gebruikelijk van ze gewend zijn. En de tweede is dat we in de rust hebben opgelost door eigenlijk met een driemans middenveld vlak te gaan spelen. En de spitsen wat dichter bij elkaar. Waardoor het makkelijker te belopen was en op te vangen was van Schouten. Nou, dat is iets wat in de rust besproken is, waarin de spelers over mee hebben gedacht. En waar uiteindelijk een akkoord over hebben gesloten om dat zo op die manier te gaan doen. Nou, als je dan ziet dat dat in de tweede helft eigenlijk helemaal geneutraliseerd wordt. En ik amper of geen gevaarlijke momenten meer voor ons doel heb gezien. Op een enkele voorzet na. Dan is dat goed, dan is dat positief. Want dan weten we dus tijdens een wedstrijd waarin we niet het niveau halen wat we kunnen halen. Nou, dat kan een keer in een van de 38 wedstrijden. Dat we dat toch kunnen omzetten en hun gevaarlijke punten weten te neutraliseren. Daarnaast heb je resultaat gehad. Dan heb je nu in 5 wedstrijden die je gespeeld hebt, 4 wedstrijden resultaat gehad. Dat is een positief punt. En als je dat gedurende 38 wedstrijden dat gemiddelde weet volhouden, dan sta je aan het eind van de rit aan de goede kant van de streep, denk ik. En nogmaals, ik vond dat wij vandaag niet bij machten waren om ons spel te spelen zoals we heel vaak wel weten te spelen. Nou, dat kan gebeuren. En dan is het goed dat we de zaak compact hebben gehouden. En met name in de tweede helft hebben gesteld waar we in de eerste helft moeite mee hadden. En nou, met een beetje mazzel, 2 goede lage voorzetten van Hoesje Dogan. Kan of Delano of Ragnar een binnenloop als de bezetting iets beter is. Maar met name het feit dat we dan de wedstrijd hebben weten te kantelen. Van moeizaam op eigen helft, geen controle hebbende. Naar uiteindelijk een wedstrijd die redelijk gecontroleerd gaat worden. En waar wij in de tweede helft wat meer de drang naar voren hadden.